In de winterserie Terug naar de Wieg ga ik samen met predikanten naar de plaats waar ze zijn opgegroeid. We halen daar herinneringen op en we blikken terug op het afgelopen jaar. Ja, we zijn in Noord-Brabant, Werkendam, voor de voormalige woning van de familie Egas. Dominee Egas, wat voor herinneringen roept het bij u op? Nou, dit is echt het huis waar ik ter wereld kwam en de eerste levensjaren heb doorgebracht samen met mijn vader en moeder. En, ik was zelf de oudste van een gezin van 7 kinderen. Maar hier zijn er, als ik me goed herinner, 2 of 3 geboren. En daarna zijn we gaan verhuizen. Kijk, want voor de kijker die u niet kent, kunt u eens wat vertellen over uzelf? Ja, ik ben natuurlijk hier in dit dorp Werkendam geboren. Daarna ben ik docent geworden in het voortgezet onderwijs, onder andere aan de Driestar. Daarna heb ik als jurist gewerkt bij de VGS, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. En in die tijd ben ik ook gaan studeren in Apeldoorn. Predikant geworden in de Christ-Gereformeerde Kerk. En begonnen op prachtige eiland Urk, zo mag ik het toch nog wel steeds zeggen. Al is het natuurlijk al lang ingepolderd. Daarna naar een Zeeuws eiland vertrokken, naar Middelharnis. En vervolgens in het Groene Hart gewerkt, in Nieuwkoop, Vianen. En nu mag ik alweer 5 jaar werken in Damwouden, helemaal tegen de Noordzee aan. Nou, dit is momenteel de lunchroom, maar dat was, in de tijd dat u hier woonde was dat wat anders. Ja, toen had je hier net onder de luifel de etalage van de winkel en mijn ouders verkochten schoenen. En dat stond er dan ook met grote letters boven, Ad Egas voor schoenen en pedicure. Want kijk, daarboven had mijn vader ook nog een pedicure-salon. Ah. Dus dat deed hij naast de schoenen verkopen, deed hij ook aan voetverzorging. Kijk, en daarbovenop zit nog een zoldertje. En daar zit een zolder op en dat was een prachtige grote ruimte. En daar had ik onder andere mijn hobby en modelbouw. Onder andere en een treintafel. Ah, ja, dus ja. Het was een prachtig, mooi groot huis waar we een hele mooie tijd met ons gezin gehad hebben. Dominee Egas, de oud-gereformeerde gemeente in Nederland van Werkendam. Hier ging de familie Egas iedere zondag naartoe. Ja, dit is het kerkje dat door mijn grootouders is opgericht. Ik denk dat het vrij uniek is, maar mijn grootouders zijn denk ik waarschijnlijk een van de weinigen die ooit uit de hervormde kerk geschrapt is. Oh. Mijn grootouders die waren hier in de hervormde kerk lid. En ook betrokken, maar misten de bevindelijke prediking. Ja. Dus zij lieten door de week predikanten komen in een zaaltje wat ze huurden. En dat was ongenoegen van de kerkraad. En dat is uiteindelijk tot een conflict geleid, want ze wilden daar niet mee stoppen. Ondanks dat de kerkraad dat eiste. Ja. En toen is eigenlijk een kleine gemeente ontstaan. En die heeft uiteindelijk dit kerkgebouw, ik dacht in de jaren 50 gebouwd. En hier ben ik dus gedoopt en hier liggen mijn eerste geestelijke ervaringen in deze kerk. En ik heb hier ook het orgel nog een aantal jaren bespeeld en we hebben hier echt een hele mooie tijd gehad. Hier heb ik ook mijn vrouw leren kennen op de catechisatie, dus we zijn wel heel erg aan dit kerkgebouw verbonden. Oké, maar dit is de oud-gereformeerde gemeente. U bent nu predikant binnen de CGK. Ja. Hoe is dat zo gegaan? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig gegaan. Toen wij gingen studeren, toen ben ik naar Maartensdijk gegaan. Ja. En daar heb ik de PABO gevolgd. En daar heb ik ook belijdenis gedaan in de hervormde kerk. En op een gegeven moment zijn wij gaan trouwen. En mijn vrouw die had heel veel goede vrienden. Zat ook op de jeugdvereniging van de Christ-Gereformeerde Kerk. Zat daar ook op het koor van die kerk. En na ons huwelijk hebben we toen besloten samen om christ-gereformeerd te worden. En ik zie dat zelf toch als een leiding van de Heeren om ons in dat kerkverband te brengen. Omdat het zijn bedoeling was dat ik daar predikant zou worden. Ja, want op welk moment had u echt het idee van nou, ik ben geroepen om op de kansel te gaan staan? Nou, de Heer heeft al heel jong hier in dit kerkgebouw indrukken gegeven van dood en eeuwigheid. En dat heeft eigenlijk heel mijn jeugd wel gestempeld. En ik weet niet
goed hoe dat was, maar ik had al heel jong het verlangen om dienaar van het woord te worden. Ik ben toen ook, nadat ik mijn PABO-studie afgerond had, ben ik ook Grieks en Latijn gaan doen, omdat dat verlangen ergens sluimerde. Maar ik had nooit de vrijmoedigheid om theologie te gaan studeren, totdat ik op mijn 33e de Heere echt mocht leren kennen als mijn borg- en zaligmaker. En met het moment dat dat dan ook gebeurde, kwam dat oude verlangen weer terug. En heeft de Heere me krachtig geroepen met de woorden dwing ze om in te gaan. En toen ben ik ook direct theologie gaan studeren. De christelijk gereformeerde kerk van Werkendam. U vertelde me eigenlijk net onderweg hier naartoe al. U bent eigenlijk al betrokken geweest bij de bouw. Ja, in die tijd was ik ook gemeenteraadslid en had ik ook heel veel contact met de afdeling van gemeentewerken. En toen hebben we ook overlegd van, waar kunnen we eigenlijk een mooi plekje vinden voor de kerk. En toen waren ze heel blij dat in deze nieuwbouwwijk een kerk zou komen als een soort oriëntatiepunt voor om daar omheen de wijk te groeperen. Ja. En ik ben toen ook secretaris geweest van de bouwcommissie. En hij is ook ontworpen door een christelijk gereformeerde architect uit Middelharnis. Die had gelezen dat we plannen hadden en hij had nog nooit een kerk ontworpen. En het was zijn verlangen om ook een kerk te mogen bouwen. Kijk. En hij heeft dus deze kerk voor ons toen ontworpen en de bouwer van begeleid. Want 50 jaar geleden zouden wij in een weiland hebben gestaan? Ja, we staan hier dus echt in een polder. En de kerk is eigenlijk gelijk met deze wijk ontwikkeld. Kijk. Het klinkt heel mooi, die drie klokken, maar er is toch nog wel wat protest uit de wijk als we zondagmorgen dan drie klokken luiden. Dus dat doen we eigenlijk alleen maar bij bijzondere diensten, een huwelijksdienst of zo. Oh, ja. Dan, maar normaal luiden we dan één klok zondag. Ja. Ja. Dominee Egas, wat heeft het afgelopen jaar, 2022, wat maakt er zoal indruk op u? Nou, ik heb mezelf wel heel veel bezighouden met ontwikkelingen in onze eigen kerk. Dat heeft wel eigenlijk het achterliggende jaar voor mij gestempeld. Ja, want de christelijk gereformeerde kerken, daar is vooral veel te doen over de vrouwen in het ambt. Hè? Er zijn gemeenten die vrouwen als ouderling willen aanstellen, als diaken. Ja, en dat is al gebeurd ook. Ja. En dat is natuurlijk het grote probleem waarmee wij op dit moment worstelen, is dat onze synode besloten heeft dat er geen plaats is voor de vrouw in het ambt. En omdat wij een kerkelijk stelsel hebben dat aan de breedste vergadering, de synode, de bevoegdheid heeft gegeven om dingen uit te spreken die de leer aangaan en de liturgie aangaan. En onze synode heeft na een hele lange studie uiteindelijk gezegd dat er geen plaats is bijbels voor de vrouw in het ambt. Maar het gebeurt toch? Is het een bom die op barsten staat? Nou kijk, je wilt natuurlijk toch graag binnen je kerk blijven die je lief hebt. Ja. Waar je ook het woord mag verkondigen. Niemand zit op een scheuring te wachten. En je weet uit ervaringen hoe verschrikkelijk ingrijpend dat is. En dus je zult er alles aan doen om de eenheid te bewaren. Maar dat kan natuurlijk ook niet ten koste van de waarheid. Omdat wij er diep van overtuigd zijn dat de keuze om de vrouw in het ambt te bevestigen meer is dan een geïsoleerde zaak. Het raakt ook aan het schriftverstaan. En dat maakt het allemaal zo heel ingewikkeld. Omdat het duidelijk wordt wanneer je deze dingen toelaat, je uiteindelijk ook bij het hart van het evangelie komt. Ja. Ligt u er wel eens wakker van? Ja, ik denk wel dat ik tijden heb dat je daar echt wel wakker van ligt en denkt, hoe moet dit nou verder? Wat verwacht u dat het het komende jaar gaat brengen voor de CRK, voor hoeverre u dat nu al kan voorzien? Nou, dat is altijd een hele moeilijke zaak om daar iets over te kunnen zeggen. Ik denk wel dat de spanningen zullen toenemen. Ik denk ook dat er van groot belang is dat we veel met elkaar in gesprek blijven als verontruste gemeenten. Om niet ieder voor zich een stap te gaan doen, maar wel goed met elkaar te overleggen. En veel tijd in te ruimen voor gebed en overdenking. Om te vragen wat de Heere nou van ons wil. Want het is echt heel fundamenteel. Het gaat echt over hele fundamentele dingen. En
wij kunnen, vroeger zeiden ze in de gereformeerde bond, wij kunnen niet weg en kunnen ook niet blijven. En dat is eigenlijk een soort spanning waar je in zit. Je kunt niet gedogen, de zonde, de ongehoorzaamheid kun je niet gedogen. Maar je wilt ook niet breken. En dat is een enorm dilemma waar wij mee zullen worstelen. En hopen en bidden dat de Heer een weg wil wijzen. Waar we natuurlijk allereerst op aan willen sturen, om het zo te zeggen, is dat die gemeentes terugkeren. En daar zullen we ze voor vermanen. Van dit is tegen de schrift, maar dit is ook wat je tegen wat je afgesproken hebt. Je hebt je handtekening gezet onder de kerkorde, dat je die zult handhaven. En onze meester, de Heer Jezus, zegt ook, uw ja zijn ja en uw nee zijn nee. Dus als je beloofd hebt met een handtekening, ik zal me houden aan de kerkorde en de synodale uitspraken, dan kunnen wij natuurlijk niet gedogen dat gemeenten zeggen, ja, maar daar hebben wij niks mee te maken. En welke ontwikkelingen hebben u landelijk of wereldwijd bezig gehouden? Nou, landelijk houdt mij het meeste bezig de kerkverlating. Dat grijpt mij zo aan. Ik vind het ook elke week moeilijk om in het RD te lezen dat er weer besloten is om een aantal kerken af te stoten. Ook in hele kerkelijke plaatsen als Huizen, dat je dan toch leest dat van de 7 kerken ze teruggaan naar bijvoorbeeld 3. Ja. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die mij steeds meer verdriet geeft. Ook om de Rooms-Katholieke kerken, gereformeerde kerken, dat je ziet dat die kerkverlating zo ontzettend toeneemt. En pas is natuurlijk ook weer een onderzoek geweest die die trend bevestigt. En dat is eigenlijk iets wat, los van alle crisissen die we hebben en alle ontwikkelingen op ethisch gebied, maar dat de kerk leegloopt, dat is iets wat mij echt heel erg bezighoudt. En aan de andere kant, en ik hoop daar met het nieuwe jaar over te preken, is voor mij toch die tekst dierbaar geworden. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En als je dat dan ook weer mag zien, dat Hij regeert en dat zijn raad zal bestaan, dan geeft dat mij toch ook weer moed. Dat doet me toch ook wel verlangen naar de komst van zijn koninkrijk. Waarin geen kerkverlating meer is, waar geen afwijking meer is van zijn woord, maar waar we hem volmaakt mogen dienen.